eigenlijk heb ik alleen maar om je gelachen. Ik denk dat, dat ons baas mij misschien gaat bellen met mijn ontslag. Maar vertel, wat is de picknick en wat was het ook allemaal weer? En wat is allemaal weer terug te vinden op de site? Nou, ik heb wat zelfgemaakte muesli-repen. Mm-hmm. Die kregen niet zoveel aandacht bij die lekkere pot. Mm-hmm. Ik heb, die zijn natuurlijk hartstikke makkelijk om mee te nemen. Ik heb die salade met die frambozen en die lekkere dressing en die rozenval aardappeltjes. Mm-hmm. Ook om mee te nemen. Ik heb daar het brood, het door jou zo gedoopte olijven ham kaasbrood. Mm-hmm. Geniet van je gallengemaal. En ik heb hier dat ijsje wat we net wat ik en Carlo samen hebben gemaakt. Ik heb jou de goede ijsjes. Heerlijk. Ik heb er een lekkere wijn uit de Loire bij, lekker om af te sluiten. Mooi fris van Sauvignon Blanc druif. Ik zeg, van wie? Ik ga ervan, van de druif Sauvignon Blanc. Oh, van de druif. Het is zover. De winnaar van de Yes! Ik heb een zomerhit verkiezing. Is, ja, de ontknoping is nabij. En ze staan daar, sorry piep, ze staan daar samen op de tribune. Twan en Luca Savassi. Ja. Twan met de zwarte blouse, Luca met de witte blouse. Maar Irene Mors, wat krijgt de winnaar? Een optreden hier nog, in Live in Cooking. En diegene die dan niet wint? In de internetuitzending. Scheelt dat? Ja, natuurlijk. Er zijn iets meer kijkers op televisie. Ook wel heel veel op internet. Maar de eerste is natuurlijk de eerste. Maar komt er echt een plaatje van? Kan ik het kopen? Heb ik er wat aan? Kan ik het downloaden? Dat zetten we allemaal op de site na afloop. Hoe dat ik allemaal wil van tevoren meer informatie. Ja, dat is natuurlijk. Waar, je neemt het ik ben inderdaad toch heel slecht in dit programma.